Hallo en welkom bij een nieuwe video van To Design. Ik ben Niels en in deze video ga ik je meer uitleggen over appearances. Nou, een appearance is eigenlijk iets wat je kunt toevoegen aan je part. Om hem bijvoorbeeld te kunnen laten onderscheiden van de andere onderdelen. Hier gebruik ik mijn voorbeeld van de soldering station weer. Kun ik zien dat ik de verschillende onderdelen verschillende kleuren heb gegeven. Dat kan je in SolidWorks zelf een snelle onderscheiding laten maken of een product kleur herkenbaar laten maken. Nou, de appearances kun je eigenlijk vinden in dit scherm, hier linksboven in de feature tree, bij Display Manager. En hier kun je eigenlijk verschillende kleuren zien die toegepast zijn bij het onderdeel. Nou, om bijvoorbeeld de kleuren aan te passen, zou je in de manager kunnen kiezen voor, we gaan eens even kijken, naar het dummy example dat ik gebruik heb aan de bovenkant. Dan zie je eigenlijk dat deze eigenlijk geen appearance heeft. Je kunt hier dus op klikken. En zou de appearance hiervan aan kunnen passen. Kies die nou meestal eigenlijk voor de bovenste optie. En dan krijg je rechts wat er een scherm geopend. En daarin kun je eigenlijk verschillende appearances kiezen. Hier links zou je gewoon kleuren toe kunnen voegen. Zoals ik eigenlijk net bij dit model gewoon gedaan heb. Voor SolidWorks is het vaak prima. Je zou echter ook verschillende andere appearances kunnen toepassen. Dit is nuttig voor rendering. Daar zal ik het in de volgende video nog verder over hebben. In ieder geval, je zou hier verschillende materialen kunnen kiezen. Dus je kunt het high gloss plastic, het textured plastic, dat geeft het een beetje een ribbelige look. Maar je zou eigenlijk voor verschillende materialen kunnen kiezen. Dus stel we willen de bovenkant van een low gloss plastic maken, dan kiezen we een white low gloss plastic. Je zou die kleuren altijd nog aan kunnen passen. Maar we kiezen in ieder geval nu voor white low gloss plastic. Je kunt in ieder geval kiezen voor verschillende kleuren daarna nog. Die het plastic dan aanneemt. Je kunt zelf de kleur hier nog bepalen. Maar zoals je nu ziet, is het eigenlijk gewoon een platte blauwe kleur. Wanneer je dit dadelijk gaat renderen, zul je zien dat het ook echt een vorm aanneemt die realistisch is. In ieder geval voor nu kijken we even verder naar de verschillende appearances die we kunnen toevoegen. Je zou dus ook bijvoorbeeld kunnen kiezen voor niet alleen de plastics, maar ook metalen. Bijvoorbeeld geborsteld aluminium. Zit er ook tussen. Wat misschien een wat strakkere look geeft. Zoals je ziet wordt deze look ook niet meteen hierop gekopieerd. En is het ook niet meteen duidelijk wat deze look gaat zijn. Passen we deze even toe. Aan de stockbody. Pakken we de aluminium. En de brushed aluminium. Nou, zoals je ziet is het hier nu grijs. Echter, wanneer we een andere pakken bijvoorbeeld een houtsoort, die kun je onder organic vinden, en dan onder wood, birch en bijvoorbeeld een finished birch. Die zou hierop toe kunnen passen. Zo gaan we even naar organic tools, birch en passen deze toe. Zoals je nou ziet, hij past wel een soort van patroon toe, zeg maar. Maar dit wordt eigenlijk allemaal duidelijk in rendering. In ieder geval, mocht je nog verdere aanpassingen willen doen aan de materialen, om ze verder te kunnen onderscheiden, kun je dus hier eigenlijk een part selecteren, om in één keer een hele appearance op aan te passen. Wat je ook kunt doen echter, is losse vlakken selecteren. Je zou bijvoorbeeld het bovenvlak een appearance kunnen aanpassen, dat zou je dus kunnen doen. Of op de bovenvlak te klikken. Mocht je meerdere vlakken willen aanklikken, hou je Ctrl in en klik je verder. En dan zou je bijvoorbeeld rechts kunnen klikken en dan staat hier ook een appearance tab. Kies je de faces. En dan kunnen we eigenlijk voor iedere face een losse texture kiezen. Stel we pakken deze wit. Dan zie je dat het echt los aanpast. Dus eigenlijk maakt dit het mogelijk om je hele ontwerp naar eigen stijl aan te passen. Nou, die appearances zijn voor een SolidWorks leuk om je product een basisbeeld te geven hoe het eruit ziet, zoals je hier kunt zien. In de volgende video gaan we het hebben over rendering en dan zal ik ook laten zien hoe je deze eigenschappen kunt toepassen om een realistische eindproductfoto te maken, zonder dat deze echt gepresenteerd is of gemaakt is. In ieder geval, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt en tot de volgende video over rendering.